Welkom, wat leuk dat je kijkt. In dit filmpje gaan we kijken hoe je een vergelijking van een lijn kan opstellen. En met een lijn bedoelen we altijd een rechte lijn. En dat is ook wel een lineaire lijn. En een lineaire lijn, de formule van een lineaire lijn, heeft als vorm i is ax plus b, waarbij a de richtingscoëfficiënt is, wordt ook wel het hellingsgetal genoemd, en b is het startgetal. Dat is ook wel het snijpunt met de i-as. We hebben hier twee punten, punt A en punt B. Heb ik ook even in een assenstelsel getekend. x is 1, I is min 4, dat is de A. En 5,4, dus 5 naar rechts en 4 omhoog, dat is B. En hier door deze twee punten trekken wij een rechte lijn. Van deze rechte lijn willen wij de formule opstellen. We beginnen als we niet meteen het snijpunt met de i as weten, we beginnen altijd met de richtingscoëfficiënt. Hoe bereik je de richtingscoëfficiënt? Het woord zegt dat al. We gaan naar een coëfficiënt, getal voor de x. Dat is een, met een moeilijk woord wordt dat een coëfficiënt genoemd. Maar de richtingscoëfficiënt is gewoon een getal wat de richting aanduidt. Dus als ik eentje naar rechts zou gaan, hoeveel zou ik omhoog gaan? Dus 1 naar rechts, hoeveel ga ik omhoog? In deze tekening kan je al redelijk snel zien dat het 2 is. Maar dat kan natuurlijk niet altijd en je gaat ook niet bij alles een tekening maken. Dus wat doen we? We gaan van deze twee punten. Gaan we kijken wat de verticale verandering is. Dus we moeten naar de i kijken. En de i-coördinaat van b is 4. En de i-coördinaat van a is min 4. En die twee gaan we van elkaar afhalen. Dus 4, min min 4. Dus dat is 8. En dat is de totale i-verandering. En de x-verandering. Gaan we naar de x-coördinaat van b kijken, dat is 5. En dan doen we min de x-coördinaat van a, dat is 1. 5 min 1 is 4. Dit betekent dus dat als ik 4 naar rechts ga, dat ik 8 omhoog ga. Maar ik wil weten hoeveel ik omhoog ga als ik 1 naar rechts ga. Dus wat doe je dan? Je gaat 8 delen door 4. En dat is 2, wat we net ook zagen. Dus de richtingscoëfficiënt bereken je door de i-verandering te delen door de x-verandering. En met een moeilijk woord zeggen we delta i gedeeld door delta x. Delta is niks anders dan een Grieks letter, d, maar in de wiskunde betekent dat verschil van i. Dus delta i betekent het verschil van i en verschil van x. Laten we dit nu zonder tekening doen. Want we willen nu ook het startgetal nog berekenen. Dus waar gaat die door de i-as? Het lijkt alsof die door min 6 gaat. Dan zou het startgetal min 6 zijn. Maar dat gaan we precies berekenen. Kijken of het inderdaad klopt. Dus, i is ax plus b. Die a, dat is de richtingscoëfficiënt. Dan doe je delta i gedeeld door delta x. En dat was dus 8 gedeeld door 4 is 2. Dan hebben we dus de richtingscoëfficiënt. Dat is 2. Dus i is 2x plus b. Vervolgens pakken we of punt a of punt b. Dat maakt helemaal niet uit welk punt je hebt. Omdat ze allebei toch op de lijn liggen. En die vul je in deze formule in. Dus je vult voor x 1 in. En je vult voor i min 4 in. Dan krijg ik 2 keer 1 plus b. 2 keer 1 plus b is min 4, is dus die i. 2 keer 1 is 2 plus b is min 4, dan ga ik hier die 2 weghalen en dat doe ik hier ook en dan komen we inderdaad op b is min 6, dus het startgetal is inderdaad min 6 en dus is de formule i is 2x min 6. Goed. Even een oefening voor jou. Ik heb hier twee punten, punt P en punt Q. Ik laat dit even staan. Zet even dit filmpje op pauze en probeer het zelf ook. Nou, dan gaan we nu kijken hoe bij deze twee punten de formule opgesteld moet worden. We beginnen weer met I is Ax plus B. We doen delta I gedeeld door delta x. Dan weten we de richtingscoëfficiënt. We pakken een punt en dat punt vullen we in. Krijgen we 3 keer min 3, dat is min 9. Gaan we min 9 naar de andere kant brengen, dus doen we plus 9. Komen we op b is 10 uit. En dus is de formule i is 3x plus 10. Nou, ik hoop dat dit filmpje heeft geholpen. En graag tot de volgende keer.